Johan Derksen is natuurlijk iemand die meer dan een miljoen mensen aan de televisie houdt. Die zei gisteren, de Joden hebben het er ook een beetje naar gemaakt. Het is vreselijk wat er is gebeurd. Die was daar heel, ja, u schudt nu ook nee. Ja, ik ben daar getergd over en dan druk ik het nog mild uit. Want als daar een vreselijke terroristische daad is waarvan we nu de gevolgen nog zien. Mensen zijn nog in onzekerheid, mensen zijn nog gegijzeld. Vrouwen zijn verkracht, tieners zijn vermoord. Dan gaan we niet wijzen. Dan hebben we maar één ding te doen en dat is opstaan tegen terrorisme en daar een einde aan maken in plaats van wijzen naar anderen. Er is geen enkel excuus voor terreur. Want wij stellen die vraag ook niet bij 11 september. Dat we zeggen, ja, ze hebben het er ook al een beetje naar gemaakt. Of naar de mensen in Bataclan, of de aanslagen in Irak, Syrië en Afghanistan. Dat we zeggen, nou ja, daar hebben die mensen ook om gevraagd. Nee, terreur is gewoon nooit goed te praten. En zeg ik daarmee dat alles wat Israël heeft gedaan is allemaal prima? Nee, tuurlijk, Israël heeft ook dingen begaan dat je denkt van, dat kan ook niet door de beugel. Maar dat is geen excuus voor de terreur wat wij er afgelopen weekend hebben gezien. Plus dat uiteindelijk ook de Palestijnse bevolking zelf, die al slachtoffer is van Hamas, hier ook nog een keer de rekening voor gaat krijgen. Dus het is gewoon uit twee kanten is het gewoon walgelijk hoe het nu loopt. Dat hij het over Joden had, dat valt dan misschien heel slecht. Nou ja, daar ga je ook natuurlijk meteen mee generaliseren. En je weet natuurlijk, antisemitisme ligt natuurlijk altijd heel erg dichtbij. Ik hoop en ik denk niet dat hij het zo bedoeld heeft, maar hij uitte het wel zo. Ja, en dan op dit thema zo communiceren is denk ik heel onverstandig en moet je gewoon echt niet doen. Je mag best kritiek leveren op het beleid van Israël, maar ik vond dat Johan Derksen daar op twee manieren uit de bocht vloog. Het eerste is dat hij de regering van Israël op één hoop gooide eigenlijk met de Joden. Nou, dat is natuurlijk niet zo. En het tweede is dat hij zei dat eigenlijk ja, dat ze het er zelf naar gemaakt zouden hebben. Ja, en natuurlijk niks kan een legitimatie zijn voor de vreselijke terreur van Hamas. Dus zelfs al ben je kritisch op de regering van Israël, dan is dat, mag je nooit zeggen dat dat een legitimatie is voor terreur. En je moet ook heel zorgvuldig zijn. De regering van Israël is echt iets anders dan de Joden. Het is de zoveelste schandalige opmerking, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik heb er grote moeite mee. Had hij nooit mogen zeggen. En ik hoop ook dat hij daar zijn excuses voor aanbiedt.